Het is juni en de zomer begint nu toch serieus los te barsten zo'n beetje. En dat betekent dat ik heel veel mensen in mijn omgeving hoor vertellen over hun woeste vakantieplannen. Bijna iedereen die je kent gaat de komende 2-3 weken wel ergens heen. Bijna iedereen, want ik ga niet. Ik ben al 12-13 jaar niet meer op vakantie geweest, denk ik, en ik mis het voor geen meter. Om te beginnen woon ik hier aan de rand van het bos en ik woon al meer dan 20 jaar aan diverse randen van diverse bossen. En ik heb daar meer dan genoeg aan. Ik ben in het verleden natuurlijk wel veel op vakantie geweest. Ik ben met diverse vriendinnen naar diverse hete eilanden geweest en ik vond het eigenlijk maar niks. Ik ben dol op diverse vriendinnen, maar ik ben niet dol op hete eilanden. Dus als er exen van mij zijn die nu kijken, het lag niet aan jou, het lag aan mij en de hete eilanden. Vliegen zelf vind ik ook geen feest. Ik hou wel sowieso niet van de hysterische sfeer op Schiphol, dat kan ik niet zo goed tegen. Maar ruim 20 jaar geleden heb ik met mijn toenmalige vriendin een landing meegemaakt op Fuerteventura. Dat is een Canarisch eiland en daar stormt het nooit. Nee, maar die dag wel. Nou, de landing wordt ingezet en het vliegtuig bokt en stuitert. En daar kon ik toen nog wel tegen, inmiddels niet meer, door de ervaring die ik nu ga vertellen. Maar hij begon te klapwieken. Het toestel begon echt te klapwieken en dat vind ik dan weer overdreven. En wat niet hielp is dat de piloot, dat je merkte dat hij dus de landing inzette, maar het niet aandurfde en een doorstart maakte. Dat geeft geen vertrouwen. En dan kan zo'n man wel rustig zeggen, ja dames en heren, het is een beetje winderig, dus we gaan het even van de andere kant proberen, maar dat helpt niet. Bovendien heb je dan zo'n schermpje in zo'n toestel en dan zie je dat vliegtuig een rondje maken van 360 graden. Dus hij ging het helemaal niet van de andere kant proberen, hij ging gewoon nog een keer hetzelfde proberen. Dat was geen feest, er is veel gebeden, dat kwartiertje. Onder andere ook door mij. En het ging ook niet helemaal goed, het laatste stukje donderde het vliegtuig gewoon kabam naar beneden. Grote klap, hij stond ook niet meer, hij lag. Later hebben ze hem ook met helikopters van het vliegtuig moeten takelen. En er is niet meer gevlogen op die dag. En er waren ook echt mensen met serieuze rugklachten. Dus het was best wel een tik. En dan komen die kapjes ook naar beneden en zo. En dan roept de stewardess dat we allemaal kalm moeten blijven zitten. Dat helpt ook niet. En het werd heel benauwd in het vliegtuig, want de zuurstoftoevoer was uitgevallen of zo. Dus op een gegeven moment stond ik op en wilde ik even vriendelijk vragen of daar iets aan kan gebeuren. En dan roept de stewardess, meer wilt u alsjeblieft kalm blijven zitten? En dat doet ze dan om paniek te voorkomen. Nou goed, dat dus. Ik was heel kalm dus, ik heb dat allemaal heel keurig gedaan enzovoorts. Maar sindsdien is het vliegen in grote toestellen voor mij toch wel een klein beetje over. Ik heb het daarna nooit meer echt leuk gevonden. Gek genoeg wel in kleine vliegtuigen. Die vliegen minder hoog, dan val je ook hartstikke dood als het misgaat. Maar op de een of andere manier word ik daar weer niet bang van. En ik heb ook wel eens een keer in een helikopter gezeten van het ene eiland naar het andere. En dan word je dus afgeschoten, loodrecht omhoog. En dat vond ik alleen maar kikken. Maar nee, het vliegen en de hete eilanden, nee, voor mij niet. Doe mij maar gewoon de bossen.